Hollandse luchten en klappende wieken. Deze week in 7 minuten molens en molenaars in de regio Rijnmond. Len van Dalen en Wim van Ommeren zijn vrijwillige molenaars bij Korenmolen Het Vliegend Hert in Brielen. Iedere vrijdag en zaterdag zetten ze de molen op de wind, zodat er meel kan worden geproduceerd. Ze doen dit werk al sinds ze met pensioen gingen. Allebei zaten ze op kantoor. Maar het vak van molenaar hebben ze inmiddels helemaal in de vingers. Je voelt de gelijkmatigheid van het meel. Dat moet echt gelijk blijven, zo gelijkmatig mogelijk zijn. Je mag een beetje grof malen, is niet erg. Je mag fijn malen, is ook niet erg. Maar je mag niet door elkaar malen. En het grote probleem is, als ik dus een paar honderd kilo achter elkaar moet malen, dat doe je zo lang over, dat in de tussentijd de wind wel een paar keer een vlaag geeft. Gaat de molen in één keer sneller lopen. Dus je kwaliteit van je meel wordt anders. Even later valt de wind weg naar een buisje. Dan gaat je molen in één klap langzamer lopen. En dan verandert ook weer de kwaliteit van je meel. Dus dan krijg je fijn en grof door elkaar. Dat moet je zoveel mogelijk zien te beperken door tempoveranderingen in je steen zo adequaat en zo snel mogelijk bij te sturen. Daar zijn mogelijkheden voor. En als je dat lukt, ja, dan ben je dus een echte vakmolenaar op het korenmolengebied geworden. Het Vliegend Hert is al de 4e molen op deze plek. Bij de restauratie van de stadswallen van Brielen in 1973 werden resten gevonden van de laatste molen die in 1882 door brand werd verwoest. Daarmee werd een nieuwe standaardmolen gebouwd die in 1986 in gebruik werd genomen. De molen heeft heel veel onderhoud nodig. Hij bestaat voornamelijk uit houten onderdelen. Die zijn natuurlijk erg onbestendig. Dus je hebt veel houtrot, regelmatig. Dus je hebt geld nodig om dat te vervangen. En dat geld dat genereren we onder andere voor een heel groot deel uit de opbrengst van de winkel. Ook de molenwinkel draait helemaal op vrijwilligers. 10 dames mixen en wegen en verdelen het meel dat in de molen wordt geproduceerd. Hier wordt het gaan gemalen. Dan begin je met de hele korrel en wat komt eruit? Volkorenmeel. Wind, dan gaat hij lekker draaien. Vandaag waait het eigenlijk nauwelijks, die pech hebben wij dan weer. Ja. Maar wat is nou de maximale windkracht waarbij die nog kan draaien? We draaien tot en met windkracht 7. En daarboven dan begint het eigenlijk een beetje kiele-kiele te worden. Dan gaat de molen dermate heen en weer. Dat voor mensen die er niet aan gewend zijn, wordt het gewoon onplezierig. Iemand die er gevoelig voor is, die kan hier zeeziek worden. Ja, maar zo gaat het heen en weer dan? Dan gaat hij dermaals heen en weer. Maar ben je er één keer aan gewend, dan merk je het eigenlijk geen eens meer. Maar is het ook niet een beetje spookachtig als je hier zit en het waait zo hard om die molen heen en die wieken, die gaan dan juist natuurlijk als een gekke rond? Kijk, dan begint deze molen te leven. Hij is natuurlijk van hout, dat betekent dat hij werkt altijd. Je hoort het hout kraken, je hoort soms echt zelfs tegen een knal in het hout aan. Maar dat zijn juist de mooie dingen. Wim en Len zijn allebei rond de 70 en al vinden ze het molenaarsvak een prachtig vak, het is ook een zwaar vak. Daarom zijn ze hard op zoek naar versterking. Een liefst jonge vrijwilliger die de opleiding tot molenaar wil gaan doen. Ik moet zeggen, dat is verschrikkelijk leuk om te doen. Als er een lekkere wind staat en die molen die draait op de wind en hij schudt, want deze molen die beweegt een beetje als er flink wat wind staat, dan krijg je gewoon een warm gevoel van binnen. En als je dan ook nog kan malen met die wind en dat meel dat komt uit die valpijp naar beneden vallen, valt in de zak en je ruikt dan dat net gemalen meel, dat is gewoon
Dat is eigenlijk niet te beschrijven. Dat is gewoon een prachtig gevoel. Wil je mijn kraam stoppen? Na 26 jaar trouwendienst verlaat verslaggever en sportcommentator Jan-Dirk Stoute RTV Rijnmond. Speciaal voor 7 minuten blikt hij nog één keer terug met de mannen die de afgelopen jaren belangrijk voor hem waren.